Een kunstwerk van ruim 400 vierkante meter. Dat is wat de Duitse kunstenaar Marcus Genesius momenteel aan het maken is op de gevel van het Videolab op Strijp S. Het kunstwerk is ter ere van 70 jaar televisie, wat toen in Eindhoven is gestart met Philips. Juist het eerste begin is de basis geweest voor Marcus zijn werk. For me, the test pattern was perfect to find a bridge and a connection in between my old roots and a new art form. So I decided to work with these kind of colors and with my personal color taste, and I tried to make a mix of it. Marcus kent Eindhoven wel een beetje, zo heeft hij al een paar keer meegedaan aan het kunstproject Step in the Arena. Het testbeeld is iets wat goed past bij de stijl van Marcus. And for me it was I was from the day one, I was on fire because yeah, it's really interesting to work with the history and I call it back to my roots because it's the beginning. I will paint it like that everybody can see this is a test pattern and I'm on my way. Het kunstwerk is van tevoren al geschetst op papier, maar het eindresultaat gaat niet exact hetzelfde zijn. 90% of my works are freestyle. And when I get the photo from the building, I try to start to make my mind and my ideas. When I arrived here, I scan the wall and I make some proportions. And I started up there with the six colors and the black and the white. And that was the beginning and then I come down with the works. Hij ligt nu nog lekker op schema, maar het weer is wel van invloed op zijn werk. I keep my fingers crossed that it doesn't rain and because the ground is really hard to paint because it's washed concrete and it takes a little bit more than regular. But we are good in time and I keep my fingers crossed that it stays like this. Hopelijk blijft het mooi weer voor Marcus, dan is hij op 1 oktober klaar met het testen.